wie is Hans en Thomas? Hans en Thomas is een 24-jarige singer-songwriter die zijn hele leven al muziek maakt. En zijn muziek met de rest van Nederland wil delen. Vanaf je derde al, hè? Met de gitaar, daarna kwam de piano erbij. Klopt. Ja, en alles geleerd door je vader? Hij heeft me inderdaad gitaar leren spelen. En doordat zij heel veel aan het zingen waren, ben ik ook gaan zingen. En op een gegeven moment heb ik gewoon elke dag geoefend. Dit is de tweede cd. Klopt. De eerste die stamt uit 2008, Stad en Land. Dat was wel een vliegende start. 1001 gedachten, de single. Ja, klopt. Het ging eigenlijk beter dan gedacht. Hij werd erg snel opgepikt en sindsdien hebben heel veel mensen van Hans en Thomas gehoord. Maar die eerste cd die heb je met andere mensen gemaakt, zeg maar. Deze zelf. Ik heb het eerste album heb ik door middel van een schrijversweek is die ontstaan. Daar heb ik wel gezegd waar ik over wilde zingen, maar ik heb het zelf niet geschreven. En dit album heb ik grotendeels zelf geschreven, maar wel met een aantal mensen gewerkt nog. En ja, het was super vet en het is extra spannend om het nu te laten horen. Heb je er langer gewerkt? In totaal, met het schrijven totdat hij klaar was, hebben we denk ik 2 jaar eraan gewerkt. Sinds. Is het moeilijk vandaag de dag om echt aan de bak te raken als artiest zijnde? Het is lastig, want er zijn zoveel artiesten en zoveel mensen die hier willen zitten. Al, en ik mag hier al zitten en dat vind ik al super vet. En ja, Dean Sanders is er ook. En die moet ook concurreren met mij en alle andere mensen. Het is lastig, maar je moet je best blijven doen. Altijd blijven lachen en mooie liedjes maken. Dan vind jij het een goed of een slecht ding dat eigenlijk iedereen tegenwoordig met een laptopje muziek kan maken op zijn slaapkamer? Vind ik het goed of een slecht ding? Ik vind het een goed ding, want ik doe het zelf ook. En ik denk, hoe eerder je ermee begint, hoe beter je wordt. Dus jij maakt je demo's gewoon thuis? Ja. Met Pro Tools? In de computer? Logic, ja. Okay. Ik zou niet zeggen dat het de beste demo's zijn, maar het wordt per jaar steeds beter. En werk jij alles uit gewoon in je uppie of haal je daar meteen de band bij? Tot nu toe heb ik geprobeerd zelf te doen. Alleen, sommige dingen kom ik gewoon niet verder. Ik ben niet de beste gitarist of de beste bassist. En dan heb je toch wel echt mensen nodig die dat echt goed kunnen. En de bassist en de gitarist, die zag ik backing vocals doen. Is dat belangrijk voor jou, die meerstemmigheid? Ja, ik vind het zelf super vet om het bij een andere band te zien. En ik heb in mijn album, op mijn plaat, zing ik ook een heleboel backing vocals. En het geeft zoveel meer body. En volgens mij vinden zij het zelf ook hartstikke leuk, of niet, Amos? Ja, zegt hij. Maar je hebt dat eerste album opgenomen in 2008, nu is het 2011, de tweede cd is uit, er zit best wel een flinke tijd tussen. Kijk jij terug naar het eerste album zo van, nou, dat was gewoon goed, tevreden was ik over het album, of heb je zoiets van, nou, zaten zoveel dingen op die ik anders had gedaan, en heb je dat vertaald naar dit album, door ze beter te maken? Nee, ik ben hartstikke trots op het eerste album, mooi debuutalbum, mooie liedjes. Ja, het verschil is nu, ik heb het nu zelf gedaan en dan wordt het automatisch wat meer van jezelf en dan komt het wat dichter bij jezelf te staan. Maar ik vind hem zeker niet minder of deze veel beter dan andere album. Hij staat dichter bij mezelf. Dan laat je beïnvloeden door de Amerikaanse muziek, een mix van pop, rock, soul, R&B. Wie zijn jouw voorbeelden, je helden? Ja, ik heb een heleboel. Nou, noem maar eens 5. Noem maar eens 5 of 3. Nou, vanuit de rock is het bijvoorbeeld Bon Jovi. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje mee opgegroeid. De laatste jaren ben ik heel erg fan geworden van Ray Charles. Mark Boussard, ik weet niet of dat bekend is, baby. Fantastische zanger. Nederlandstalig op de dijk, The Scene, Doe Maar, noem maar. Dat zijn er al meer dan 5. Dat zijn er al meer, ja, nee, ik had een heleboel zijn. Maar Doe Maar is geen Amerikaans voorbeeld. Nee, maar is inderdaad, maar ik denk, ik maak het rijtje even af waarom mijn sound zo is geworden. Wat ik wel grappig vond om te lezen op jouw site, is dat je het eigenlijk irritant vindt dat je bij het bakje Nederlandstalig staat. En dat je graag wil dat Hans en Thomas bij de T van Pop staat. Ja, klopt. Ja, dat komt, Nederlandstalig wordt gezien als een genre. En dat is het niet. Het is een taal. Engelse muziek staat ook niet in de bak, Engelstalig, maar bij de popmuziek of bij de rock. En ja, wij verdelen het hier, of wij zetten het hier in de hoek als een genre. En ik heb zoiets van, ja, maar in het Nederlands hebben we popmuziek, we hebben rockmuziek, we hebben rap, we hebben smartrap. Waarom wordt dat niet verspreid? En ik ga ervoor om dat te doen. Ik werk zelf bij de music store. Het is me nog niet gelukt. Maar ik doe wel heel hard mijn best. Dat knippen we eruit. Een van de leuke liedjes op het album vind ik Weekend. Heb je ongetwijfeld vaker gehoord. Is dat de nieuwe single? Op dit moment is de nieuwe single Wie ik ben. En wat eigenlijk de volgende single gaat worden, weet ik niet. Zijn we nog maar bezig. Maar als je een suggestie hebt, laat maar komen. Nou ja, Weekend is best een leuk vrolijk liedje. Ga ik daar eens even naar. Klinkt als een hit. Nou, dankjewel.
Net zong je het titelnummer, Wie ik ben, zometeen Andermans Schoenen en nog de eerste single van het vorige album, 1001 Gedachten. Die Andermans Schoenen, is dat van dit album? Dat is van dit album, inderdaad. Dus ook een kans hebben voor single? Het zou zomaar kunnen, ja. Ik wil hem heel graag live spelen, want ik vind het een prachtig liedje met een best wel een mooie boodschap. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat, het gaat over een meisje die is vervangen door een loverboy. En van de week is er weer eentje teruggekomen. Het speelt heel erg en ik vind dat er echt wat aan gedaan moet worden. Klinkt fantastisch. We gaan luisteren.